Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe video op het YouTube kanaal van Darts Actueel. Vandaag weer een leuke gasten. We hebben Richard Veenstra. Afgelopen weekend werd hij 40 jaar. Dus, hij is bekend van natuurlijk halve finale op het WDO-WK. Heeft de WDF Europe Cup gewonnen. En recent dus nu de finale gehaald op de Challenge Tour. En gekwalificeerd voor zijn eerste Eurotour toernooi. Richard, leuk dat je erbij wilt zijn. Ja, welkom. Ja, alles goed? Ja, prima. Nou, na een heel druk weekend en alweer de hele week aan het werk. De hele week aan het werk en dan gewoon maar darten een beetje erbij doen. En toch zo goed gooien. We gaan het hebben over Challenge Tour weekend. Een heel druk weekend, maar... Voelt het weer goed om gewoon weer met zoveel deelnemers aan zo'n darttoernooi mee te doen? Ja, het is toch leuk om weer eventjes... En direct zo'n belangrijk weekend eigenlijk voor ons, de eerste Challenge Tour. Mm-hmm. Want ja, sta je direct hoog, dan kun je snel gevraagd worden natuurlijk voor de Pro Tour. En na zoveel maanden afwezigheid voor iedereen is het een beetje wennen, denk ik, in het begin. Maar... het ging eigenlijk verrassend goed. Direct goed vanaf het begin. Direct de eerste partij 95 gemiddeld of zo. De eerste dag was niet heel denderend. Maar wel midden 90 gemiddeld al. Dus ik dacht, het gaat redelijk goed. En de tweede dag op de Challenge Tour was helemaal goed. Met een finale en halve finale. Ja, het zijn toch lange dagen. Dus vaak focus je toch iets meer op het ene toernooi op die dag dan op de andere. Maar ja, die dag ging helemaal goed. Toch twee toernooien. Ja, de laatste dag was een beetje teleurstellend. Ik weet niet, verloor ik twee keer eerste ronde volgens mij. Ja. Twee keer bij de laatste 128, ja. De Wesley Plezier en tegen de Luxemburg inderdaad. Maar toch, de dag ervoor had je al heerlijk gepresteerd. Hoe was de sfeer op zo'n Challenge Tour toernooi weer? Voelde het weer goed om gewoon weer bij... toch wel een beetje je oude dartvrienden ook wel weer in de buurt te zijn, die je waarschijnlijk al een lange tijd niet had gezien. Ja, nee, dat klopt. En ik reis dan vaak veel met Chris. En, dus het was zelf de plek als Q-School, dus we wisten waar we naartoe gingen en hoe alles eruit zag. Het zag er allemaal zo'n beetje hetzelfde uit, 32 banen. En het was goed geregeld en het ging mooi vlot door de hele tijd. Oké, ja, je zegt eigenlijk al over de Challenge Tour weekend dat het meteen al goed voelde. De eerste dag ging dan oké, de laatste 32 gehaald. Ik bedoel, qua niveau ging het dan oké. Tweede dag halve finale verloor je van Raúl John Rodríguez uit Oostenrijk. En dan die finale in het vierde toernooi tegen Stefan Noster. Eigenlijk een Duitser die bij niemand echt bekend was, hè. Je verloor dus van hem voor de tweede keer. Want op dag toernooi 2 verloor je ook al van hem. Ja. Wat was dat een beetje voor finale? Ja, want hoe ging die finale bij jou? Ja, hij begon heel goed. En elke keer scoren 100 of meer vaak. Snel finishen. Volgens mij heb ik 1 of 2 legs miste ik mijn dubbel. En toen kwam ik al 4-0 achter. Met best of 9. Dus... dat wordt vrij lastig. Ik kwam nog terug tot 4-2. Ik gooide nog 160 uit voor 4-3. Ik dacht, misschien krijgt hij een beetje de kriebels. Maar toen gooide hij ook een goede lek. Volgens mij binnen 15 uit. Dus ja, nee, helaas. Ja, toch best wel knap van zo'n Duits inderdaad. De dag daarna was inderdaad dat minder Challenge Tour, die twee toernooien. Daarna waren de Eurotour qualifiers ook nog. Meteen het eerste toernooi pak jij. Je wint van een andere Duitser, Lucas Wenig. En je kwalificeert je voor je eerste Eurotour toernooi in je carrière eigenlijk. Dat moet toch lekker voelen dat je meteen op zo'n dag gewoon eigenlijk waar je voor speelt pakt. Het moet lekker voelen. Ja, zeker. 3 toernooien op 1 dag. Dus, het was best een lange dag. En direct de eerste partij winnen met best goed spel. Voor mij 100 gemiddeld in de finale. En ik voelde mij goed ook die dag. Tweede toernooi ook zelfs. En ik heb goede tegenstanders gehad.
die Lucas Weniger, die trof ik al voor de derde keer volgens mij. En ik won ze wel alle drie van hem. Maar ja, we weten, die Canadees trof ik kwartfinale. Die was eerst in de Challenge Tour ranking. Rodriguez volgens mij halve finale. Dus die stonden allemaal vrij hoog in de Challenge Tour. Dus ik heb een goede partij gespeeld. Ja, en een goede ervaring ook weer opgedaan natuurlijk. Hè? Gewoon weer terug bij het oude, bij de goede tegenstanders. Wat vond je er eigenlijk van dat de Challenge Tour nu gesplitst was in een Europees onderdeel en een UK onderdeel? Vond je dat, is dat iets wat in de toekomst kan blijven volgens jou? Ja, zie, voor ons te reizen is natuurlijk Duitsland iets makkelijker als Engeland. En... Mm-hmm. Ja, ik denk zodra alles weer een beetje normaal is, zullen ze het wel weer samen gaan voeren. Maar ja, of er moet weer zoveel animo zijn dat ze toch weer moeten splitsen. Maar het maakt er mij niet zo heel veel uit. Het is alleen, je moet wel iets... Ja, je kent de meeste wel. Zie, als ik in Engeland kom, dan heb je heel veel van die lokale... Dan ken je misschien de helft niet, maar ja. Maakt voor jou dus niet Nee, het maakt mij op zich niet zo heel veel uit. Nee. Mm-hmm. Het geval is natuurlijk dat je nu ook redelijk hoog op die Challenge Tour Order of Merit staat. Nu is het geval dat je al eerder de kans had om op de Pro Tour in actie te komen, hè, op de Super Series in Duitsland, omdat je op Q-School volgens mij eindranking, je werd 18e heb ik hier staan. Maar als je dan de nieuwe tourkaarthouders eraf haalde, stond je dan 10e. Besloot je niet om te gaan naar Duitsland? Wat was toen de reden daarvoor? Ja, het viel allemaal een beetje lastig allemaal. Thuis en werk. En je hoort het vaak ook pas op het laatst. Mm-hmm. We hadden net een heel familieweekend hadden wij gepland. En we zouden net weg. En kreeg je een dag van tevoren of anderhalf dag van tevoren van dat je nog heen kon. Dat is soms lastig. En zie, zoals afgelopen Challenge Tour kreeg ik ook een berichtje van... je kan maandag... Ja, de eerste dag Challenge Tour kreeg ik een berichtje van... Of tweede dag zelfs Challenge Tour kreeg ik een berichtje van... Ja, je kan maandag, dinsdag, woensdag Pro Tour spelen als je wil. Oh. Ja, ik zit in Duitsland. Ik was samen met Chris heen gereden. En de donderdag kon ik dan niet meedoen. Nou ja, dus dan moet ik al zondag... weg, kan ik... Ja. Ja, dan mis ik waarschijnlijk Challenge Tour. En ik kan maandag geen kwalificatie Euro Tour gooien. Dus ik heb nog lopen twijfelen en lopen kijken naar vliegtickets of wat kunnen regelen. Maar ik dacht, ik ben hierop gefocust en daar is het haasten, snel, moe, vliegen, allemaal papier invullen. Toen dacht ik, ik blijf gewoon hier en focus me hierop, ja. Nou, en maar goed ook, want nu mag ik naar mijn eerste Eurotour. Dat heeft goed uitgepakt inderdaad. Ja, inderdaad, de agenda tussen de Pro Tours en de Challenge Tour, dat zat heel krap. Ik weet dat bijvoorbeeld spelers als Kevin Doets en Luke Peters, die hebben dan wel afgereisd. Dan de ene wachtte wel tot de Eurotour qualifiers en de andere weer niet. Het is heel, heel lastig inderdaad. Die wisten bijvoorbeeld ook al toen ze... Die wisten ook al toen bijvoorbeeld toen ze naar het toernooi heen gingen naar de Challenge Tour dat ze konden meedoen. Ja. Zie, ik hoor het na 2 dagen. Ja. En om dan alles nog te regelen. Ja. Beetje, heel lastig. Een beetje lastig inderdaad. Ja, over een lastige agenda gesproken. Je hebt je nu gekwalificeerd voor de Hungarian Darts Trophy. Het Eurotour toernooi daar. Die valt samen met de Challenge Tour ook. Heb je al besloten dat je gewoon die Eurotour wel gaat spelen? Ja, die ga ik gewoon spelen. Ja. Ja, en... Tenminste, als het doorgaat. Als het doorgaat, inderdaad. Maar de gedachte daarachter was: de Challenge Tour zal maar niet zo heel veel brengen. Eurotour is gewoon prijzengeld meteen in de pocket. En een mooie ervaring rijker. Is dat een beetje zoals het. Vooral het laatste, ja. Vooral die ervaring, ja. Hopelijk dat die zaal net zo vol zit als het voetbalstadion. Ja, dat hopen we ook inderdaad. In ieder geval hebben ze niet heel veel regels daar waar ze aan gaan. Nee, nee. Door. Dus dat is mooi. Ja, kijk, toen ik dit interview samenstelde, was ook een vraag. Hè, het valt op hetzelfde weekend als de Dutch Open. Nou, op het moment van opnemen is die vandaag gecanceld natuurlijk.
Ja, dat vind jij denk ik ook wel jammer, of niet? Ja, ik vond het sowieso wel jammer natuurlijk, want ik dacht eerst, als ik niet goed... Ik dacht eerst, als ik gewoon niet goed sta op de Challenge Tour, ga ik Dutch Open doen. Mm-hmm. Nou ja, nu ga ik Dutch Open niet door, deed ik het goed op de Challenge Tour. En dan haal ik ook nog, want ja, zeg nog zelf, die qualifier, je moet echt winnen om mee te doen aan die Eurotour. Ja, ja. Het zijn heel veel goede spelers, dus ja, je moet hem ook echt winnen. En ja, dat deed ik ook, want die tweede bijvoorbeeld speelde ik ook halve finale nog voor Gibraltar. En ja, speel ik ook 99 gemiddeld tegen Kenny Nijens. En die won ik twee keer van en nu verloor ik van hem. Hij speelde ook over de 100, dus ja, was ook een goede partij. Maar ja, ik dacht, trek hem misschien nog even door voor die tweede ook. Maar nee, ik had niet getwijfeld. Voor een Eurotour eerste keer heen, nee, ging ik sowieso heen. Dat is goed om te horen. Zo'n Eurotour-toernooi is altijd een mooi moment in je carrière. Natuurlijk mooie ervaring. Ja, laat het hebben over je verdere carrière. Wat ben je dit jaar nog van plan? Qua toernooien? Ja, het is nog een beetje afwachten wat nu allemaal doorgaat en niet. Ja. Maar ik focus me... Nou ja, voornamelijk op Challenge Tour, Eurotour en waar ik ook maar in kan vallen of kwalificatie kan spelen, dat doe ik. En verder, ja, CIS hebben wel aangekondigd een WK voor het WDF. Nou, daar sta ik ook nog wel bij de top 20. Dus, nou ja, mocht dat gewoon een beetje reëel blijven, dan ga ik ook nog wat WDF-toernooien gooien. De hoog aangeschreven Open Engeland en British Open, dat soort dingen. Zie je als ik dat weekend toch niks heb. Ja, dus in principe het doel is dan ook gewoon om... de WDF World Masters, om daar ook gewoon bij te zijn. Ja, ik weet niet echt wat de kwalificaties allemaal daarvoor zijn, hoor. Of hoe, er is nog weinig nieuws, nieuws van bekend. Dus nee, ik focus me eerst gewoon hierop. En begin september gaat het weer een beetje beginnen, hopelijk. En dan, dan gaan we wel zien wat we gaan doen. Maar ja, ik hoop dat het dan weer wat drukker wordt. En om de week of zo weer een beetje aan darten. Dat hopen we allemaal inderdaad. Ja, jij was natuurlijk echt zo'n een darter van de BDO en van de WDF. Ja, als ik je zo nu hoor praten over de Challenge Tour en alle PDC-toernooien die er omheen hangen. Is denk je dit jaar toch echt wel het jaar voor jou geworden dat je voor die organisatie gaat? En dus ook met de Eurotour kwalificatie misschien een soort begin van jouw doorbraak bij de PDC? Ja, nou ja. Doorbraak is pas eigenlijk als je pas een tool gaat hebben. Dan, langzaam begin, ja. Ja, maar ja, dat is een lastige week altijd. En dan moet je echt goed zijn, wil je een toolkaart pakken. En af en toe eens een beetje geluk hebben. En het komt vanzelf wel. En het geloof is er wel, dus we gaan er gewoon voor. Ja, je bent pas 40 jaar oud, Richard. Je hebt nog genoeg jaren om... om een tourkaart te pakken. Dus ik wens je alvast succes en bedankt voor de interview. Ja, graag gedaan.